Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in Oostenrijk, ronde nummer 9 van het kampioenschap en aflevering 52. Als je aflevering 51 in Frankrijk mist, dan kan je eerst even terugkijken wat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en je ziet de aflevering verschijnen. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je enkele video meer van mij mist. Oostenrijk dus. Een prima baan voor ons om op te rijden. Een aantal updates aan de aerodynamica namelijk. Ja, in Engeland komen ook een paar updates. Dat brengt ons voor Williams. We zijn dus op papier de snelste auto nu. En Oostenrijk is altijd een heel snel circuit en daar presteren wij heel goed op. De afgelopen twee seizoenen stonden wij telkens op het podium, dus het belooft veel te worden. Maar eerst de kwalificatie en dan gaan we kijken of we ook op pole position staan. Ik laat wel even alle componenten van de power units vervangen. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie hier in Oostenrijk. Thank you for joining us once again for today's qualifying session. Sit back, relax and enjoy what we hope will be a fantastic contest for pole position. The competition is certainly heating up as we head into today's qualifying. Some impressive times showing up during the previous practice sessions. Anthony Davidson, do you think we can expect a similar level of skill to be showcased during today's qualifier? Well, I certainly hope so. The competition here is extremely tight and I think we might see some very close times today. Remember, practice isn't just about fastest lap times though. It's about optimization, it's about ratifying your decisions. No one's going to be sweating small mistakes here and there, but in qualifying that all changes. You need to nail that perfect lap or face the consequences. And believe me, that's a lot of pressure. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1 hier in Oostenrijk. Overstart finish, DRS geopend en dan is het hier de heuvel op naar bocht nummer 1 die wij goed nemen. Iets wat curbs gepakt bij het ingaan van die bocht om een goede exit te krijgen. Dan is het hier heuvel opwaarts en dan is het dadelijk bij start finish onze tijd laten noteren. Kvyat met een 1.6.2. En dadelijk even kijken waar wij staan. Ik verwacht een 1.5 zoveel. Want onze auto is gewoon heel, heel snel. Waar staan we? We zetten een 1.4.4 neer. En Hamilton is erbij gekomen met een 1.4.7. Gewoon 17e los van de rest. Dat is hoe snel Mercedes is. 17e los van Charles Leclerc. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2 en ook hier verwacht ik dus een hele snelle tijd neer te gaan zetten. Ik verwacht hier ook een 1.4.2 ongeveer. Deze bocht nemen we weer heel erg goed. Klein beetje overstuur, maar dat is niet erg. Het is wat bewolkter gaan worden hier in Oostenrijk. Ik hoop toch niet dat het regent dadelijk in Q3. Leclerc met een 1.5.8. Bottas komt er niet aan en wij zetten een 1.4.5 neer. De uitslag van Q2. Onszelf naar 1, Hamilton naar 4. Maar we zetten Max even op 16e. Dat is pijnlijk voor de Nederlander, onze landgenoot dus. Q3 dus, het laatste kwalificatiedeel voor de kwalificatie hier in Oostenrijk. En dan is dit de bepalende kwalificatie waar wij zo meteen staan op de startgrid. Deze bocht nemen we goed, de eerste bocht nemen we goed. En dan is het nu weer een run naar bocht nummer 2 en dan weer het rondje afmaken hier in Oostenrijk. Verstappen met een 1.5.1, onszelf met een 1.4.1. Heel erg snel. Hamilton naar 2 en Q3 zit er alweer bijna op. En ik heb besloten om nog een ronde te gaan doen hier in Oostenrijk. Om te kijken of wij misschien nog sneller kunnen, gewoon voor de gein. Want we hebben de pole position eigenlijk al binnen. Paarse in sector 1. Paarse in sector 2. Dan verliezen we hier wat tijd. Maar we maken hier een klein beetje tijd goed. En ja, we kunnen nog sneller. 39.000 duiken wij onder onze eigen tijd.
De uitslag van Q3. Onszelf na pole position. Hamilton na 2 en Verstappen na 3. En Leclerc heeft gewoon een volle seconde achterstand op ons. Bizar, de uitslag van de rivaliteit breakdown met Hamilton en Verstappen. Die winnen dus op dit moment van de beide coureurs. De research punten na de kwalificatie. Daar kunnen weer updates van worden gekocht. En dan ook echt kijken of ze slagen. Het zijn er lekker veel. De reputatie met mijn huidige team en de andere teams. Veteran en de sportsmanship. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance. Nou, dankjewel, Jeff. De race. Het eerste deel in de regen, daarna droog. Dus dat brengt altijd wat spektakel met zich mee. En ik ga hier dus alles laten vervangen van de power unit. En dan gaan we gewoon lekker door met de grote race van Oostenrijk. Ik verwacht hier gewoon weer een overwinning binnen te halen voor Mercedes. We zijn er klaar voor career aflevering 52. What a beautiful backdrop to a motor race. We're here in the Styrian Mountains, of course. And they've watched over some cracking races throughout the history of this Grand Prix. Controversy, of course. Think back to 2002. But also great joy. Do you remember Niki Lauda's historic home victory in 1984? It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Valtteri Bottas, and Kvyat, Weber, Perez, Russell, and Sebastian Vettel, Kubica, Grosjean, Lance Stroll, and Gasly, Giovinazzi, Raikkonen, Devon Butler. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Carlos Sainz, Magnussen, en Daniel Ricciardo. Nou, we zijn inmiddels aanland bij de auto. Begin dus regen, maar daarna dus weer droog. En we gaan dus beginnen met de grote van Oostenrijk voor carrière aflevering 52. De lampen zijn dus aan. We hebben een 1-2 op de startgrid en we zijn onderweg. En het is een matige start, want Hamilton was daar wat beter weg. Maar dan blokkeerden wij hem daar eventjes en hij kan er niet langs. We schieten wel wat door. Verstappen heeft gelijk al Hamilton te gratis genomen en is naar plek 2 verwezen. Hamilton doorwezen naar plek 3 is niet goed voor de beginsopening van de Brit. Maar wij behouden nog steeds de leiding in ronde nummer 1. Gelukkig. Ronde nummer 2. We zetten de snelste race onder met een 1.19.7. Verstappen hebben inmiddels op 1.2 gereden. Maar de regen is er nog. En ik ben benieuwd wanneer hij ophoudt, zodat we zo snel mogelijk naar de droogweerbanden kunnen. Anders wordt dit een hele lange wedstrijd waar ik geen zin in heb. Paars in sector 1. Verstappen op 1.5. Daarachter zit Hamilton op een tiende. Dus hij is alweer terug aan het knokken voor plek 2. Gelukkig. Verstappen is behind you, Nick. Ronde nummer 3. We zetten de snelste race onder met een 1.15.5. Gelukkig. Er is al een lijn ontstaan. Dus dat betekent denk ik al dat de regen al wat aan het ophouden is. Ik zie ook niet zo veel druppels meer op het scherm. Maar het is nog nat. 2.9 inmiddels naar Verstappen. Hamilton zit daar 3 tienden achter. Verstappen behind. Okay, the gap behind. Ronde nummer 3. 2.9 seconds. They're on fresh inters. Their tires are 2 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap. This rain should stop. Ronde nummer 5. Next few laps. Be ready for the grip to come back. But don't overheat the tires. Inters look like the best tire for now. Okay. De regen gaat dus stoppen. We moeten oppassen dat de grip in één keer weer terugkomt, terwijl daar een Williams auto langs rijdt. Ik denk dat dat Valtteri Bottas is. Ja, Valtteri Bottas is uitgevallen in de grote race van Oostenrijk. 0 punten dus voor de Finn. En dat is pijnlijk. Virtual safety car is uitgeroepen omdat Bottas daar bij bocht 1 stilstaat. Dus we moeten een delta gaan aanhouden die voldoende is, anders krijgen we een penalty. Maar de gaten blijven gelijk, hopelijk. Wait for green.
Virtual Safety Car is weer geëindigd en we kunnen weer door. Bottas zijn auto staat daar nog steeds stil op bocht nummer 1. Dus daar moeten we voor oppassen. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Klein beetje wielspin, maar dat geeft niks. Hamilton zet nu druk bij Max Verstappen, zie ik. Voor plek 2. Dus hopelijk kan hij hem weer terugpakken. Voor positie nummer 2. Dan is weer een 1-2 voor Mercedes. Dat zou heel mooi zijn. 4.3 is het inmiddels naar Max Verstappen. Dus dat gat is alleen maar groter en groter aan het worden. En Hamilton heeft die plek veroverd. Ronde nummer 8 inmiddels. Hamilton naar 2. Het is geel. Bij bocht nummer 2. Het is daar geel. Iemand staat daar langs de kant, denk ik. Ja. Gasly. Gasly is uitgevallen in de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zijn dus 2 uitvalbeurten op dit moment. Geen virtual safety car die wordt uitgeroepen. Het is nog wat nat op de baan. Maar de regen is weg. Het is hier nu alleen maar wat bewolkt in Oostenrijk. We zetten de snelste race onder nu met een 1.15.5. Dat geeft aan dat we harder kunnen rijden op dit moment. Gap to teammate behind is 8.1 seconds. Gat naar Hamilton is 8.1 seconden. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Pit window will open in 10 laps time. Pit window opens in 10 laps. Groen in sector 1. 1 stop doen we dus nog vandaag. Die opent in pitstop lap 20. Okay. En dan heb ik besloten om naar binnen te duiken. Omdat ik een ronde eerder ga stoppen dan de rest van het veld. En wij gaan naar de mediumband. Goeie stop, 1.9. We gaan dus out of sync. Zo wordt het ook genoemd. Een hele andere strategie doen dan de rest. Want iedereen rijdt hier nu nog op intermediate banden. Wij komen nu de pitstraat uit en hoeven nog maar 1 stop te doen. Dan is het hier glad in de pitstraat, dat merken we ook, want we hebben een moment overstuur. En komen we achter Sergio Perez terecht. Op de intermediate banden rijdt hij namelijk. Maar die kunnen we mooi dichtrijden hier in bocht nummer 2. Diep inremmen bij de Mexicaan. Hem hier laten staan, uit laten rollen en plek 7 is van ons. De rest moet nog allemaal naar binnen voor een setje medium of soft. Daar ook heel veel jongens duiken ook naar binnen namelijk. Weber rijdt nog voor ons als enige op de intermedium banden. De rest is allemaal naar soft of medium gegaan. Dus dit heeft zijn voordeel uitgepakt voor ons. En nu kunnen we naar Lucas Weber rijden. Dat gat lijkt nog groot, maar dat rijden wij binnen een paar meter dik, denk ik. Page in sector 1, gat naar Weber is 1.9, 1.8. En dat wordt dadelijk 0. zoveel. Ronde nummer 12. Daar zitten we dan aan de kont van Lucas Weber, die het hier moeilijk heeft. En wij rijden er mooi voorbij. Page in sector 2 en de leiding weer heroverd van Lucas Weber. Dankjewel, Jeff. Ronde nummer 12 dus. En dan zetten we zo meteen weer de snelste race ronde neer. Toch merk ik dat de baan nog een klein beetje nat is. Want we schieten hier namelijk door. Maar we zetten wel de snelste race ronde neer met een 1.13.2. Dat is de snelste race ronde op dit moment. Hamilton is naar de softbanden gegaan. Een compound zachter. En Weber is ook naar binnen gegaan voor de soft. Verstappen rijdt op de softband. Wij als enige op de mediumband. Paars in sector 1, ronde nummer 13. Dus we zijn lekker hard aan het pushen op dit moment, wat ook goed is. Ronde nummer 15, we zetten de snelste race ronde met een 1.99. Onze eerste tijd onder de 1.10 voor de race. Hamilton pakt die snelste race ronde af met een 1.93. 16e sneller gegaan dan onszelf. Dus dat geeft een signaal af. We schieten hier wel wat door, maar dat is niet zo erg. Hamilton is dus hard aan het pushen. Het gat is 7.6 seconden. Ik ben benieuwd of hij dat dichtrijdt.
ronde nummer 16. We pakken weer een snelste race ronde terug met een 1.9.1. Hamilton verbetert zich met een 1.8.2. Dus het is een beetje een steekspelletje tussen ons tweeën. En dat vind ik leuk. Paas in sector 1. Een goed begin. Want we hebben dus nu ook alles openstaan. Omdat wij namelijk weer dat snelste race ronde punt terug willen pakken. Paas in sector 2. Paas in sector 3. We zetten een 1.7.3 neer. 2 seconden sneller dan onze vorige lap. En Hamilton zet dit keer niet de snelste race ronde in. Ronde nummer 17. 7.6 seconden is het naar Lewis Hamilton. Dat gat is heel groot. Ronde nummer 20. We zetten weer de snelste race ronde in met een 1.7.2. Het gat naar Hamilton is groter geworden volgens mij. 8.2 seconden naar Lewis Hamilton. Ik weet niet of hij nog een keer moet stoppen. Want we hebben nog 16 ronden te gaan. Maar je weet het maar nooit. Dan komen we hier wat achterblijvers tegen. De eerste is Daniel Ricciardo in zijn Renault. En hopelijk dat hij ons hier makkelijk voorbij laat gaan. Paas in sector 2. En dan is het nu naar Daniel Ricciardo toe rijden. Die ons hier mooi voorbij laat. Dankjewel Daniel. Dan is het nu ronde nummer 23. Een tiende langzamer. Ronde nummer 26 inmiddels. We zetten weer de snelste race onder neer. Nu onder de 1.7. Een 1.6.8. Dus we gaan steeds sneller en sneller. Wat alleen maar goed is. Ronde nummer 27. Hamilton en Verstappen naar de soft gegaan. Weer paas in sector 1 en weer komen we een achterblijver tegen. Ik denk dat dat Devin Butler is die daar rijdt. Dus daar moeten we even voor oppassen, want de Brit kan ruw zijn in zijn gedrag op de baan. 28.3 seconden is het naar Lewis Hamilton. Dat gaat hij niet meer dichtrijden, tenzij wij nog een pitstop maken. Maar ik weet het niet. Ik kies hier dus nu wel voor de softbanden, paars in sector 2. En we gaan dus over een paar ronden naar binnen. Ronde nummer 30 inmiddels. 28.5 seconden is het naar Lewis Hamilton. Nog 7 ronden te gaan, inclusief deze. Rood in sector 1. De pitwindow is op dit moment open. En ik kan besluiten misschien om naar binnen te gaan. Of deze race uitrijden op de medium banden. Ik weet het niet. Maar we hebben in ieder geval een gratis pitstop op dit moment. Gap to teammate behind is 28.5 seconds. 28.5 seconden is het naar Lewis Hamilton. Rood-rood is sector 1 en 2. Dat kan misschien betekenen dat de banden. Dat ik die over de cliff ga jagen. En Jeff zegt wel, kom naar binnen, maar ik wacht een ronde later. Ronde nummer 31 inmiddels. Een goede stop, 1.9. We komen weer achter achterblijvers terecht. In totaal 17 seconden heeft deze pitstop geduurd. Maar we behouden nog steeds de leiding. We komen net voor Sainz en Butler de baan op. Als ik dat goed zeg, dat zeg ik niet goed. Dat is Perez volgens mij. Dan kijken ze daar wel even bij mij. Alleen dat is niet goed. Het is Grosjean. Mijn excuses. Geen Perez, geen Sainz. Het is Romain Grosjean in zijn McLaren. Met nog 4 ronden te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Wat hartstikke fijn is. En dan is het zo meteen weer de snelste race ronde zetten. We komen daar wel Kubica tegen. Die gaat hier mooi aan de kant. Nog 3 ronden te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Gat naar Hamilton is 11.1 seconden. Paas in sector 1. Dat is altijd mooi om te zien.
12,6 is het naar Lewis Hamilton. We zetten de snelste race onder nu met een 1,4,6. Dus we zijn ongeveer 1,5-2 seconden sneller gegaan dan onze vorige lap. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grootmeester van Oostenrijk. Weer een blauwe vlag, dit keer voor Antonio Giovinazzi. En dan maar hopen dat hij ons weer mooi voorbij laat. Het was een leuke grote prijs. Eerst begin regen, daarna weer droog. En dus hebben we de race mooi uitgereden. We komen bij de laatste bochten aan voor de grote race van Oostenrijk. En dan pakken we hier onze derde achtereenvolgende podiumplek op dit circuit. Weer een overwinning erbij. En dan gaan we ons opmaken voor Engeland. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, de uitslag, wij winnen de grote prijs, Hamilton wordt tweede. Helaas een tijdslag opgelopen van 3 seconden, maar dat geeft helemaal niks. We pakken ook de snelste race onder punt. Devin Butler krijgt driver of the day. Ik had hem aan Vettel gegeven. En 105 punten verschil met Lucas Weber en 65 punten verschil met Red Bull Racing. Dus we staan er weer uitstekend voor in het WK. Great workout there today. Let's have your thoughts. You've had experience with Devin's fast, aggressive style. Any advice for the drivers he... Hij was niet zo agressief. Ja. Ik zou zeggen, ja, ga sneller, jongen. Do you think your rival learned from his battle with you? Ja, maar het is ook goed ook. Ja, we zijn niet constant om elkaar naar een hoger niveau te tillen. Zowel teamgenoot als concurrentie. Ja, ik vond van wel. We reden Hamilton helemaal zoek in de regen. En de auto was ook gewoon goed. Dat was geen close finish, Claire. Maar oké. Oké, tot in Engeland. De rivaliteit breekt down met Hamilton en Verstappen. Met Verstappen hebben we gewonnen dus en die van Hamilton leiden we dus op dit moment. Heel mooi om te zien, want daardoor krijgen wij extra resource punten. Hier toevallig ook de resource punten. Zijn er best wel veel. Ah, mooi. Kunnen we dus gaan spenderen in Engeland. De reputatie is gewoon gelijk gebleven met alle teams, veteran en een showmanship vanwege dat interview, maar dat geeft helemaal niks. Just wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. Nou, alsjeblieft, Jeff. Ja, dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je hier nu op de kanaal om weer meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career moet zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een like belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan er moet worden als je zegt, hey, toffe video. Ik heb genoten van de battle met Hamilton of in de regen, de start was niet zo goed. Gooi er maar op los. Volg me ook even op Instagram, link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. Gaan we verder in Engeland.